In een tijd van herformulering van de werkelijkheid om ons heen. En hierin ligt het belang van het werk van deze kunstenaar. We hebben dus niet te maken met een kunstenaar die citeert, maar met een kunstenaar die zelf iets te zeggen heeft. Nergens aankomen. Een kunstenaar die de jaren 80 ver achter zich heeft gelaten en met een overtuigend statement op weg gaat naar het nieuwe millennium. Dames en heren, ik zou zeggen, genoeg gepraat. Mag ik dat onmiddellijk laten? Verzoeken naar voren te komen. Mevrouw, kunt u uw kind er weghalen? Dan wil ik hierbij Jan Rutger. De tentoonstelling van Hans Manders voor geopend verklaren. Jan Rutger! Is dit ook kunst, man? Laat ze me nu ook al opgraven, de kok. Ik heb ze niet voor het uitzoeken, dokter. Tussen de 12 en de 14 uur dood. Schattig hoor, hang me er niet aan op. En wat ik nu kan zien, geen verwondingen, geen bloed, geen tekenen van verwurging, niks. Wat denk je? Jongen, ik denk nooit wat. Dat is jouw. Hallo, ik ben de galerie-oudste. Dag, Giselle de Hoog, ik ben de galerie. De kok met COCK, recherche. Dat is mijn collega Fledder. Weet u wie het slachtoffer is? Erik Tromp. Hij is kunstenaar. Heeft u een plekje waar we even rustig kunnen praten? Laten we iedereen die hier rondloopt de naam opnemen. Wat een happening. Is de dood tegenwoordig dan ook een happening? Van wie zijn die hopen zand? Goed. Was meneer Tromp een vriend van u? Een kennis. Nou ja, iedereen kende hem hier. Wat kun je ons over hem vertellen? Zoals ik al zei, hij was een kunstenaar, schilder. Een beetje succes? Nou, de laatste tijd niet meer. Midden jaren 80 was hij veelbelovend. Toen is hij naar New York gegaan. Nou, daar gebeurde het toen, hè? Maar Erik, die heeft... Erik? Ja, Erik. Zo heet hij nu eenmaal. Toen de kunstmarkt instortte, begin jaren 90, toen is hij met hangende bootjes teruggekomen. Dat heeft hij nooit helemaal kunnen verwerken, geloof ik. Niet kunnen verwerken, hoezo? Ja, ik heb het ook maar van horen zeggen. Zeg, hoe denk je dat meneer Tromp in het kunstwerk verzeild is geraakt? Geen idee. Heb je wel een idee waar je zelf gisteravond was? Ik geloof dat uw collega denkt dat ik iets met de zaak te maken heb. Heeft u een notitieblokje? Ik had een vergadering in het Blijf van mijn Lijfhuis om 11:00. Jij zit in zo'n Blijf van mijn Lijfhuis? Ik zit in bestuur. Nou, daarna? Ben ik naar huis gegaan. Is er iemand die dat kan bevestigen? Ik heb een partner, heren. Ik vind het trouwens bijzonder onprettig om als verdachte te worden ondervraagd. Dit vragen we aan iedereen. Oh ja, dat heb ik in de gaten. Ik mag nu gaan, mijn gasten wachten. Mevrouw de Hoog, vindt u het vreemd als ik u zeg dat u er nogal cool onder bent?
koel? Nou, laten we zeggen dat u nogal laconiek reageert op wat hier is gebeurd. Oh. Is er een standaard manier om op dit soort zaken te reageren? Dan wil ik u wel van dienst zijn. Wilt u Hans Manners vragen even hier te komen? Ik heb ook nog een vraag aan u. Heeft u enig idee hoe Erik gestorven is? Niet in de mazelen, lijkt me. U had het over laconiek, geloof ik. Dick, zet Keizer vast op de romp. Wat zoeken we? Weet ik veel. Parkeerbonnen, valse checks. Valse kunst. Dat was het beste wat hem kon overkomen. Oh ja? Ja, denk eens na. Dick Cat. Ja, Dick Cat. Keith Haring. Keith. Allemaal een mythe geworden. Omdat ze vroeg de pijp uitgingen. Net zoals in de rock. Je hebt gelijk. Jij hebt gelijk. Nu haalt er op een man de krant. En als hij over 3 weken zijn kop had afgesnoven, had niemand het geweten. Pas maar op, Borenstein. Probeer jij maar eerst Tromp te overleven. Qua kunst dan. Vreselijk. Vreselijk. Kende u hem goed? Vroeger, ja. Laatste jaar zag ik hem niet veel meer. Nou ja, hij was down and out, zou ik maar zeggen. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Ik weet niet precies. Ik zei al, ik had geen contact meer. Erik was een junk. Hopeloos. Heroïne? The works. De wat? Heroïne, cocaïne, speed, downers, alles wat hij met de bakker kon krijgen. Kent u iemand waarmee die ruzie had? Iedereen negeerde hem eigenlijk. Zelfs zijn vrouw. Ja? Ik heb begrepen dat Mariska wilde scheiden. Heeft u een adres van mevrouw Tromp? Dat heeft Giselle vast en zeker in haar telefoonklappertje staan. Anderen met wie Tromp ruzie had? Misschien in de drugs zien, maar ik weet het echt niet. Heren, ik weet echt niets. Nou, behalve dan dat hij naar het kunstwerk van jou begraven werd. Kunnen ze daar wat meer over vertellen? Het is de symbolische verbeelding van de verwarring waar onze aarde zich in bevindt. Hey, wacht. We zijn eigenlijk veel meer geïnteresseerd in wanneer je dit, wat zou ik zeggen, geschapen hebt en waar. Hier of heb je het van je atelier daartoe gesleept? Ik heb een tuiniersbedrijf in Amsterdam-Noord ingeschakeld. Die zou dat vanochtend uitvoeren. Je was er zelf niet bij? Ik ben een conceptual artist. Als die term u wat zegt. Nee, niks. Ik bedenk dingen en die laat ik dan uitvoeren. En die tuinmannen weten precies hoe of wat? Ze werken wel vaker voor me. Toen ik de order plaatste, heb ik ze een plattegrond gegeven en hier de plekken gemarkeerd waar de aarde moest worden gestort. Giselle had de sleutel van de galerie klaargelegd op de deurpost. Waar was u gisteravond en vannacht? Tot 7 uur was ik in de kroeg. Daarna heb ik gewerkt op een atelier. En daar woon ik ook, dus daar heb ik geslapen. Geen getuigen? Een studenten kunstgeschiedenis kwam toevallig langs. Ze wilde zich wat in mijn werk verdiepen. En daar is ze de hele nacht mee bezig geweest. Heb je nog iets van de naam gehoord voordat het licht uitging? Rosa, Cindy, zoiets. Maar ze was tweedejaars. Dus een ijzersterk alibi. Wat denk jij? Ik denk dat die Tromp gewoon een overdosis heeft genomen. Nou, dan staan we het eerste lijk in mijn loopbaan zijn dat zichzelf begraven heeft. Hoe waren die andere artiesten? Niet te volgen. Wat stond er nou? Een hek van zilverpapier in 2 bergen modder. Gaat het verhaal van die man nog wel eens even checken bij het tuinersbedrijf? Kan die bellen? Nee. Of wil je liever mee om een weduwe in te lichten? Ja, dankjewel. Nou, zet mij er even af bij de Oostelijke Eilanden. COCK, recherche. U bent mevrouw Tromp. Ik ben bang dat ik... Maar ik geloof dat u al weet. Ja, hij is dood. Eindelijk. Eindelijk? Als je zag wat hij allemaal gebruikte, dan had hij al lang dood moeten zijn. Ik vind het goed dat ik nog even verder met u praat.